Ik ben blij om hier te zijn vanmorgen. U ook? Vanmorgen liep ik hier de kerkzaal binnen. Toen kwam er een zuster naar me toe om me te bemoedigen. En dat geeft me altijd weer een goed gevoel om in het huis van de Heer te zijn. Amen. Het is goed dat we samen zijn. Ik ben al heel mooi geïntroduceerd, maar ik zal mezelf ook nog even kort voorstellen. Ik ben dus Jordi Timmers. Ik ben getrouwd met mijn lieve echtgenote Chandani. Ik weet niet waar ze is. Ze is misschien de kleine aan het voeden. Daar is ze achterin, mijn lieve vrouw. We hebben twee kinderen al gezegd. We hebben ons zoontje Jay van 2 en ons dochtertje Jesslyn. Die is eigenlijk 2 maanden geleden geboren. Dus dat betekent voor mij heel veel gebroken en korte nachten. En samen met lange werkweken, we hebben de website gereleased. Dat ging niet zo goed samen, kan ik je vertellen. Maar zijn er meer vaders trouwens die dit begrijpen? Die een beetje met me mee kunnen voelen? Ja, maar ik ben heel blij dat ik hier vandaag mag staan en het woord met jullie mag delen. Zoals gezegd kom ik zelf uit een drukke periode, maar als je kijkt naar deze generatie als geheel, dan kunnen we wel zeggen dat deze generatie drukker is dan ooit tevoren, toch? En vraagt aan iemand, kunnen we afspreken? Nee, ik ben druk. Iedereen is maar druk, druk, druk. Alleen, ik vroeg me dit af. We zijn allemaal wel zo ontzettend druk. Maar doen we wel wat we moeten doen? Zijn we wel effectief in de dingen die we doen? Ik bedoel, God heeft ons gemaakt als een God's original design. Hè? Daar hebben we het vaak over. Met een God's original destiny. God heeft een God's original destiny. Maar zijn we wel bezig met deze God's original destiny? Zijn we wel effectief? Zijn we wel doelgericht? Nou, ik geloof, God die heeft jou zo gemaakt en hij wil dat we dat doel voor ogen houden, toch? Hij wil niet dat wij dat doel uit het oog verliezen. En toch gebeurt het vaak dat mensen dat doel wel uit het oog verliezen. En dat ze het doel uit het oog verliezen, met andere dingen bezig gaan zijn. En ik vroeg me af, hoe komt dat? Hoe komt het dat mensen zo vurig beginnen, zo hun doel voor ogen hebben, aangeraakt, bekeerd en op de weg wijken ze van het doel, heb je het doel niet meer voor ogen? Hoe kan dat? Nou, in de journalistiek gebruiken ze een bepaald model, het 5W1H model. Je denkt misschien, wat is dat? Maar het is heel simpel, het zijn 6 vragen. Het gaat namelijk om wie, wat, waarom, hoe, waar en wanneer. Dat model gebruiken ze om de vragen van die mensen hebben te kunnen beantwoorden in hun verhaal. Ze weten, mensen zitten met deze vragen. En ik begon hierover na te denken dat christenen hebben ook vaak deze vragen. Christenen die weten, als christenen het antwoord op een van deze vragen niet weten of niet meer weten, dan verliezen ze vaak het doel uit oog. Neem bijvoorbeeld waarom. Als jij niet meer weet waarom je de dingen doet voor de Heer, dan verlies je al heel snel het doel uit het oog. Toch? Alleen ik kwam erachter, dat is niet het probleem. We weten vaak wel waarom we het zouden moeten doen. We weten ook wel wie het moet doen en we weten vaak ook wel wat we moeten doen. God heeft ons geroepen, God heeft ons profetieën gegeven. Je hebt van binnen een verlangen, ik weet, dit is mijn droom, dit moet ik doen. Daar ligt het niet aan. Maar wat zijn de vragen waar zoveel mensen mee zitten, waardoor ze het doel uit het oog verliezen? Heer, waar en wanneer? Je weet wat je moet doen. Alleen de vraag waar mensen zo lang en zo veel bij blijven zitten is, Heer, waar en wanneer? Wat is mijn plaats, wat is mijn tijd? Wat is de juiste plaats? Wat is de juiste tijd? Snappen we hem een beetje? Zie, het kennen van de juiste plaats en de juiste tijd in je leven is enorm belangrijk. Het kennen van de juiste plaats en de juiste tijd bepaalt namelijk hoe effectief jij bent. Hoe doeltreffend jij bent. Laat me een voorbeeld geven. Tot voor kort zat ik in de online marketing, samen met mijn zwager, over wie jullie net hebben gehoord dat ik altijd win met de potjes FIFA.
en met voetbal als we op kantoor waren. Nou, nu werk ik hier, zoals net ook werd gezegd. Maar tot voor kort, eigenlijk alweer een jaar geleden, hadden wij samen een online marketingbureau. Hij doet het overigens nog steeds. Dus mocht u een goede online marketingpartij zoeken. En een partij die je geheel ontzorgt. Ga dan naar onlineharvest.com. En dan kom je bij een goede partij terecht. Dit moest ik zeggen, toch? Ja, oké. Okay. Nee, oké. Okay. Mooi. Nee, wat ik jullie wou vertellen is... Wat we daar deden en wat we doen, of wat zij nog steeds daar doen, is ze maken mooie advertenties om bijvoorbeeld jongeren naar een jongeren-event te trekken. Prachtige video, prachtige afbeeldingen, prachtige tekst. Als je dat ziet, dan zou je echt komen. Nou, die advertentie, je bereidt hem weken, dagen voor. En er komt een moment, dan moet je dat gaan laten zien op een bepaalde plaats. Namelijk, je wilt het op Instagram laten zien. Maar als wij die advertentie op seniorennet.nl laten zien, dan mist het zijn doel. Verkeerde plaats, dan mist het zijn doel. Als wij die advertentie wel op Instagram laten zien, waar alle jongeren zitten, maar we laten het zien op de tijd dat net iedereen het Nederlands elftal aan het kijken is, dan mist het zijn doel. Dan is het niet doeltreffend. Laat me nog een klein ander voorbeeld geven. Stel, 's morgens, je gaat naar werk en je hebt oneenigheid met je vrouw, een beetje ruzie. En je denkt, hé, je gaat naar werk, je zit er de hele dag mee. En op de terugweg besluit jij, ik moet het goed maken. Je gaat langs de bloemist, je koopt het duurste boeket. Je denkt, dit moet aanslaan. Je bedenkt een prachtige tekst. Lieve schat, het spijt me dat ik dit. Je verzint een prachtige tekst. Je bent onderweg in de auto naar huis, je komt thuis en je vrouw is aan het koken. En in haar rechterhand heeft ze de mobiel en het kind huilt en de tv staat veel te hard. En jij komt aan met die bos bloemen en je zegt, lieve schat, je mist dan de doeltreffendheid van jouw boeket en jouw lieve woorden. Begrijpen we? Bij ons is dat overigens niet zo hoor, dat dit zo gaat. Zie, misschien kun jij net zo goed voetballen als Messi. Misschien kun jij net zo goed prediken als T.D. Jakes of schilderen als Van Gogh. Maar als jij niet komt op de juiste plaats en de juiste tijd, dan mis je je doel. Zien we hoe belangrijk de juiste plaats en de juiste tijd is. Ik wil het vandaag met jullie hebben over hoe kom ik op de juiste plaats, de juiste tijd. En daarvoor wil ik met jullie gaan naar Handelingen 16. Handelingen 16, vers 6. Dus als je je Bijbel mee hebt genomen, kun je daarop kijken. En als je die niet hebt meegenomen, dan kun je altijd op de schermen meekijken. Handelingen 16. Zijn we daar? De meeste mensen wel. Handelingen 16. We lezen hier over Paulus die samen met Silas bezig is om het evangelie te gaan verkondigen. Ze zijn bezig met de missie waar God ze toe geroepen heeft. En gedurende die reis komen we bij vers 6, Handelingen 16, vers 6. En daar staat, ze trokken door Frygië en de landstreek Galatië, omdat ze door de Heilige Geest werden verhinderd Gods woord in Azië te verkondigen. Toen ze bij de grens van Mysië kwamen, wilden ze doorreizen naar Bithynië. Maar dat stond de geest van Jezus hun niet toe. Daarom trokken ze door Mysië tot ze de kust bereikten en in Troas aankwamen. Nou, je moet weten dat die reis van waar ze begonnen tot aan Troas was 640 kilometer lang te voet. Dat is nogal wat.
Daar, in Troas, kreeg Paulus 's nachts een visioen. Waarin een man uit Macedonië hem toeriep: steek over naar Macedonië en kom ons te hulp. Toen Paulus dit visioen had gezien, wilden we meteen naar Macedonië vertrekken, omdat we eruit opmaakten dat God ons geroepen had om aan de mensen daar het evangelie te verkondigen. Tot zover. Ik wil vandaag met jullie 3 sleutels behandelen waarvan ik geloof dat die belangrijk zijn om te komen op de juiste plaats, op de juiste tijd. En sleutel 1, waar ik mee wil beginnen, is: geef jezelf over. Overgave. Zie, de Paulus over wie we hier lezen, die had zichzelf overgegeven. Waardoor God hem überhaupt kon brengen op de plaats waar hij moest zijn. Deze Paulus die zou in Handelingen 21 zeggen: Heer, ik ben niet alleen bereid om voor u te lijden, maar zelfs om voor u te sterven. Deze Paulus was een man die zich over had gegeven aan God. En dat is nodig om jezelf over te geven, om te kunnen komen op de juiste plaats en de juiste tijd. En mijn vraag aan jou is: heb jij jouw agenda al overgegeven aan de Heer? Heb jij jouw leven al overgegeven aan God, zodat Hij je überhaupt kan brengen op de juiste plaats en de juiste tijd? En durf je dat? Mag God jou daar brengen? Weet je, we hebben allemaal een bepaald beeld van ons leven. He, misschien als je jong bent of je leeft al in dat beeld. Ik heb een prachtig huis, een prachtige auto. Ik zie mezelf met zo en zo een partner. En ik heb dan en dan een gezin. En ik doe die en die sport en ik zie mijn leven wel helemaal voor me. En dan ga ik ook nog prediken. En dan ga ik ook nog een bedrijf starten, enzovoort, enzovoort. We hebben een beeld van ons leven, toch? Maar mijn vraag is: ben je bereid dat beeld los te laten? Ben je bereid om dat beeld wat jij hebt van jouw leven los te laten? Dat is overgave. Ben je bereid? Heb je dat al gedaan? Weet je, ben je bereid als je weet dat het je alles kan kosten? Ben je bereid als je weet dat dat beeld helemaal niet zo misschien zal gaan zijn? Dat je weet, misschien kom ik wel in de put net als Jozef. Dat je door schaamte heen moet. We hebben het net gehoord. Ben je bereid om door die schaamte heen te gaan? Ben je bereid om daar te staan in de put, donker? Heer, en ik had toch een beeld van mijn leven. Ben je daartoe bereid? God vraagt, ben jij bereid om jouw agenda over te geven aan mij? Weet je, ik zelf bekeerde mij op jonge leeftijd. Ik ben opgegroeid in de Pinkstergemeente. Mijn ouders die hebben mij gelovig opgevoed. En daar ben ik ze overigens heel dankbaar voor. Ouders, voed je kinderen op in de weg van de Heer, want het is echt een zegen. Ik ben het levende getuigenis daarvan. Het is echt een zegen. Maar ik groeide op en ik bekeerde mij op jonge leeftijd. En ik hield van de Heer, maar ik had wel mijn eigen dromen. Waren het verkeerde dromen? Nee, zeker niet. Ik zag voor me hoe ik een bijbelschool zou gaan doen. Ik zag voor me hoe ik op een gegeven moment daar en daar terecht zou komen, een gezin zou hebben. En ik zag precies voor me hoe mijn leven zou gaan. Ik voetbalde op hoog niveau, ik dacht, nou, dat kan er ook bij. En ik had mijn beeld wel voor me, eigenlijk, van hoe ik het leven wel zag zitten. En het was niet verkeerd, ik dacht, God ziet het ook wel zitten. Maar echt, mijn leven overgeven, dit beeld overgeven, vond ik moeilijk. Om toch echt los te laten wat je eigenlijk zelf wel zou willen. Tot er een moment kwam in mijn leven waarin God heel specifiek aan mij vroeg: Jordi, ben jij bereid? Ben jij bereid dit beeld van jouw leven los te laten? Ben jij bereid om alles los te laten? Nou, en wat ik toen, God vroeg het zo specifiek en ik zag voor me wat ik allemaal moest loslaten en ik schrok. Ik moest huilen. Ik zei: Heer, ja. We zongen het net, nothing else. Nothing else. En ik, in mijn hart was dit altijd, nothing else. Maar ik had wel mijn eigen doel. Totdat God vroeg, ben je bereid? Ik zei: Heer, niks anders. Ja. Ja, ik ben bereid. En weet je, sinds die dag
heb ik zoveel dingen meegemaakt wat me zoveel heeft gekost. Ik zal er nu niet te veel over vertellen, maar ik heb zoveel dingen meegemaakt waar ik door schaamte heen moest, door pijn heen moest. Zie, ik trouwde met mijn vrouw, een klein voorbeeld. En heel veel mensen zeiden, jullie moeten niet trouwen. Gesprek na gesprek, het was moeilijk. Door pijn, door schaamte, door alle dingen heen. Maar ik kan je zeggen, het was de beste keuze ooit in mijn leven om dat te doen. Echt waar. Weet je waarom? Omdat sinds dat moment kon God mij brengen op de juiste plaats, op de juiste tijd. En dat is de plek waar God jou kan zegenen. Als ik nu hier, ik sta nu hier, maar ik had hier niet zo gestaan als ik dat moment niet had gehad met God en zei, ik heb mijn leven in uw handen gelegd. Dan had ik mijn vrouw niet gehad. Dan had ik hier niet gestaan. En het raakt me als ik dat zeg. Omdat het echt waar is. Ik weet, God heeft mij gebracht. Op de juiste plaats, op de juiste tijd. Ik zal je zo nog wat meer over vertellen. Maar mag God jou gebruiken? Mag Hij jouw agenda bepalen? Pas dan kan God je brengen op de juiste plaats. Op de juiste tijd. En de sleutel daarvoor is overgave. Overgave is niet leuk. Overgave betekent sterf aan jezelf. Zie, de Bijbel zegt, een zaad dat op zichzelf blijft en niet in de aarde valt en sterft, kan geen vrucht dragen. Pas op het moment dat jij in de aarde valt en sterft, dan kun je vrucht dragen en kun je je doel bereiken. Het doel dat God voor jouw leven heeft. Daar heb ik het over. Sleutel 1. Overgave. Geef jij jezelf over aan de Heer. Sleutel 2. Heb geduld. Heb geduld. Zie, jij hebt misschien prachtige beloften gehad van God. Je hebt prachtige dromen. En die waar zijn. Prachtige profetieën. Je weet wat je moet doen, waar ik het net over had. Maar jouw vraag van binnen is, Heer, wanneer? Heer, waar? Misschien zit je al jaar in jaar uit in de kerk en heb je de belofte gehad dat je op een dag hier, bijvoorbeeld hier op het podium zou staan. En jaar in jaar uit zie je de een na de ander die komt hier te staan. En wat is bij jou de vraag? Heer, wanneer ik? Heer, wanneer? Misschien ben je op je werk en zie je jaar in jaar uit de een na de andere collega die promotie krijgt. Heer, wanneer ik? U heeft toch beloofd? Zie je het verhaal wat we net lazen? Zagen we Paulus en Silas onderweg om het woord van God te gaan verkondigen in Azië. Maar wat lezen we dan? De Heilige Geest, de Geest van God, stond het ze niet toe om het woord van God te verkondigen. Dat is toch raar? Ik bedoel, je wilt het woord van God verkondigen en Gods geest zelf staat niet toe dat jij het woord van God gaat verkondigen. Is toch iets goeds, Heer? Is toch iets goeds dat ik die promotie zou krijgen, want u heeft toch beloofd dat als ik daar ben, dat ik tot zegen kan zijn, enzovoort, enzovoort. Het is toch goed, Heer? Waarom niet nu? Ik kan me voorstellen dat Paulus en Silas dat dachten. Heer, u heeft ons toch geroepen om het evangelie te verkondigen? Waarom niet nu? Waarom niet, Heer? De Heilige Geest verhinderde het om het woord van God te verkondigen. Waarom hield God ze tegen? Ik geloof, God had voor hun een bestemde plaats en een bestemde tijd. Namelijk Macedonië. God had voor hun een bestemde plaats en een bestemde tijd. Waar ze meer effectief zouden zijn, uiteindelijk geloof ik, dan dat ze zouden zijn in Azië. God wist wat hij deed, hoor. God wist wat hij deed. Zie, je hebt veel mensen die, ik heb het hier opgeschreven als de ik wil het nu mensen. Heer, het is toch goed? Ik wil het nu. Maar de Heilige Geest, die verhindert sommige dingen in jouw leven heel bewust. Hij sluit deuren heel bewust. Met een doel. Dat doet hij met een doel.
En ik geloof dat dit doel is jouw bescherming. En het klinkt gek. Maar ik geloof dat het doel is dat God soms deuren in jouw leven sluit voor jouw bescherming. Zodat jij je doel straks effectief en maximaal bereikt. Zie dit voorbeeld. Als een vrouw in verwachting is van een baby, dan heeft deze baby een bestemde plaats en een bestemde tijd om op geboren te worden. Als deze baby te vroeg geboren wordt, is dat niet goed. Kan gevaarlijk zijn. Als deze baby te laat wordt geboren, kan ook gevaarlijk zijn. Die baby die moet geboren worden op de bestemde plaats en de bestemde tijd. Zie jouzelf als in verwachting van een droom, van een belofte, van een profetie die God jou heeft gegeven. Maar als die belofte te snel openbaar wordt, kan gevaarlijk zijn. Als je te lang wacht, kan gevaarlijk zijn. Zie, God laat je soms heel lang wachten. Ik vertelde het net al eventjes. Maar Paulus en Silas, de deur werd gesloten. En we weten niet waarom, maar Paulus en Silas die gingen naar Troas. Ze keerden niet terug. Ze gingen door, maar ze konden het evangelie in het land Azië niet verkondigen. God stond het ze niet toe. Ze moesten 640 kilometer lang lopen om in Troas aan te komen. Er staat niet waarom, maar ik geloof, God, zij hadden een doel. Het evangelie verkondigen. En ze liepen maar, en ze liepen maar. En ze keerden niet terug. God sloot de deuren, maar ze keerden niet terug. God laat je soms lang wachten. Zie, Mozes moest 40 jaar wachten op de belofte. Abraham, 25 jaar. Jozef, 13 jaar. God laat je lang wachten. Soms heel lang, maar waarom doet God dat? Waarom sluit hij die deuren? Waarom laat hij je soms zo lang wachten? Ik geloof dat God in die tijd kan dealen met jouw karakter. En God kan dealen met, ik geloof bovenal, de waarom-vraag waar ik het net over had, de waarom-vraag in je leven. Waarom wil jij zo graag daar komen waar je wil komen? Waarom wil jij die dingen doen? Zie, God is soms niet eens zo geïnteresseerd in wat je allemaal voor hem doet. God is geïnteresseerd in jouw hart. Waarom doe je het? Waarom doe jij de dingen die je doet? God dealt met je karakter. God dealt met de motieven van jouw hart. Zie, als jij moet wachten en je doet het niet echt voor de Heer, maar eigenlijk voor jezelf, dan kan je op een gegeven moment zeggen, Heer, het duurt me te lang. Toch? Maar ik heb je net al gezegd, dat kan gevaarlijk zijn. En wat bedoel ik daarmee? Dat je je doel niet effectief bereikt zoals God het bedoeld heeft. God dealt met jouw motieven. In die tijd dat jij moet wachten. Heer, ik wil het. God kijkt. Hoe graag wil je dit? Hoe graag wil je nou komen op de plek waar ik je heb geroepen? Hoe graag wil je het echt? En doe je het echt voor mij? Of doe je het omdat je toch daar zelf wel eigenlijk heel graag wil komen? God vraagt zich dat af. En die kijkt naar jou. Wat ben jij aan het doen in die tijd dat jij moet wachten? God is je aan het testen. Die wachttijd is daar omdat God jou aan het testen is. Wat doe je in die tijd dat jij moet wachten? Zie, God is je in die tijd van wachten uiteindelijk aan het voorbereiden en aan het vormen. Zodat jij je doel straks maximaal kan bereiken. Dat als jij daar bent, dat je je doel maximaal kan bereiken. Ik wil je daarom zeggen, en het klinkt gek, maar beroof jezelf niet van de belofte die God je heeft gegeven. Door te vroeg te zeggen, doe wel mijn eigen keuze. Ik wacht niet langer. Ik kies toch wel om mijn eigen ding te doen. Want dan bereik je je doel niet maximaal. Beroof jezelf daar niet van en beroof God daar niet van. God heeft een doel met jou. En ga die weg. Houd je doel voor ogen. Amen. En weet je, kan je vertellen uit ervaring dat die wachttijd, dat voelt niet fijn. Dat is niet fijn.
Paulus en Silas moesten 640 kilometer lopen. Nou, bergop, bergaf, wachten, dat is niet fijn. En God haalt je door dalen heen en over bergen heen en dat is niet altijd leuk. Dat is niet leuk. Maar de Bijbel zegt, wie met tranen zaaien, zullen met gejuich. En zo is het. Als jij in die wachttijd, als jij in die tijd dat het nog niet zo ver is, dan kan God dealen met jouw karakter. Kan God dealen met jou en zul je tranen moeten laten. Omdat het niet altijd leuk is. Maar wie heeft gezegd dat het christenleven leuk moet zijn? Op een gegeven moment gaat het mooi zijn, maar het is niet zo dat als jij christen bent, dat in één keer alles voor de wind gaat. Maar we zullen, als je eenmaal op je doel bent, zal dat zoveel vreugde geven. Het zal zoveel meer vreugde geven dan door de dalen waar je heen moest gaan. En weet je, God laat je niet altijd zien waar je doorheen moet gaan. God liet mij ook niet zien waar ik allemaal doorheen moest gaan. Als ik dat had geweten, dan had ik misschien wel gedacht, moet ik dit wel doen? God laat het bewust niet zien. Je gaat op weg. En God, vertrouw God dat hij weet wat hij met jou aan het doen is. Jij snapt het niet, misschien niet altijd. Maar God weet wat hij doet. Ook als jij moet wachten. God weet wat hij doet. Je bent onderweg. En dus ik wil je zeggen, geef niet op. Als jij moet wachten, verlies je doel niet uit het oog. Door te zeggen, Heer, waar en wanneer? Nou, je hebt misschien, er zijn zeker weten, ook mensen die zijn, ik noem het even passief. In de zin van, deze mensen zeggen, ja, maar Jordi, waar je het over hebt. Ik bedoel, mijn doel is al lang uit het oog verloren. Weet je, mijn tijd zit erop, mijn tijd is geweest. Ik heb misschien fouten gemaakt in het leven. Ik heb misschien inderdaad mijn doel uit het oog verloren. Mijn tijd zit erop. Ik heb niet gedaan wat ik moest doen. Maar ik wil je zeggen, wat ga je doen met de tijd die je over hebt? Ga je echt doelloos door in de zin van, ga je echt niet meer focussen op het doel dat God voor je heeft? De Bijbel zegt, de genade die de Heer schenkt, neemt hij nooit terug. En wanneer hij iemand roept, maakt hij dat niet ongedaan. Romeinen 11. God heeft nog steeds een plan met je leven. Misschien is het niet meer helemaal zo zoals het zou gegaan zijn als. Maar God heeft nog steeds, God wil je nog steeds gebruiken. Ga naar de Heer en vraag, Heer, wat kan ik nu doen? God neemt de roeping nooit terug. Romeinen 11, vers 29. Want weet je, de tijd die je hebt en de tijd die nog voor je ligt gaat zo voorbij. Tijd is onbetaalbaar. Weet je, alles in het leven wat verloren gaat, je auto gaat verloren, je huis gaat verloren, je koopt wel een nieuwe. Maar tijd die verloren gaat, komt niet terug. Je kunt het niet kopen. Het gaat gewoon verloren, als je er niets mee doet. Ik wil je zeggen, pak jezelf op. Want de Heer is daar nog steeds. Die droom is daar nog steeds. Die roeping is daar nog steeds. Doe er wat mee. Doe er wat mee. God wil je nog steeds, echt waar, God wil je nog steeds gebruiken. 1. Geef jezelf over. 2. Heb geduld. Sleutel 3. Luister naar de Heer. Hoe leidde God Paulus? Door zijn stem. Uiteindelijk in Troas zou God spreken. Ga naar Macedonië. Zie, Gods stem is daar om jou te troosten, te bemoedigen. Maar Gods stem geeft je bovenal de richting. Het is belangrijk dat wij Gods stem leren te verstaan. En leren blijven te verstaan. Ook in de drukte van het leven. Want het leven is druk. Maar het is belangrijk dat wij Gods stem blijven verstaan. Zie, de Bijbel zegt in Spreuken, neig je oor tot wat ik zeg. Mijn zoon, neig je oor. Wat betekent dat? Dat je je best moet doen om te luisteren naar de stem van de Heer. Je moet je oor ertoe neigen. Ook in de drukte van het leven.
Ik wil je zeggen, neem dus de tijd om te luisteren naar de Heer. Ook in deze drukke tijd, ook in die drukke dagen. Maar neem ook de tijd voor het antwoord. God antwoordt niet altijd direct. Zie, Paulus en Silas, die waren dus 640 kilometer lang aan het lopen, maar ze hoorden helemaal niks. God sprak pas op het moment dat ze aankwamen op de bestemming Troas, waar God uiteindelijk zou gaan spreken. God antwoordt niet altijd direct. Paulus en Silas zullen zich hebben afgevraagd, Heer, wat is mijn plaats en wat is onze tijd? En ze gingen maar door en door en God antwoordde niet. Totdat ze kwamen in Troas, waar God zou antwoorden. God antwoordt altijd. Weet je, ik heb ontdekt, Gods stem lijkt soms een beetje op een navigatiesysteem. Gods stem lijkt soms een beetje op een navigatiesysteem. Wat bedoel ik daarmee? Soms dan spreekt God en die zegt, ga hier links, ga daar rechts. En op een gegeven moment, dan zegt God, ga de snelweg op. En wat doet het navigatiesysteem? Stil. Het is heel lang. Stil. Je bent op de snelweg. Het is heel, heel, heel lang stil. Maar als je terugkeert, dan kom je niet op je bestemming. Als je de afslag neemt, kom je niet op je bestemming. Maar wanneer spreekt God vaak weer? Op het moment dat het nodig is. Vertrouw God dat hij zal spreken op het moment dat het nodig is. Maar geef niet op. Houd je doel voor ogen. Neem niet de afslag. En weet je, in die tijd dat God niks zegt, daarin ligt ook een les. Daarin ligt ook een les dat God gaat kijken. Hoe diep wil jij gaan? Hoe graag wil jij mij horen? Hoe graag wil jij mij horen? Hoe diep ga je in het woord? Heer, ik heb een antwoord nodig. Heer, ik moet van u horen. Heer, ik trek het niet meer. Wanneer komt u nou eindelijk op mijn pad? Wanneer spreekt u nou eindelijk? U heeft toch beloofd? Maar erin ligt een les dat God kijkt, wat ga je doen? Ga je in het woord? Ga je in gebed? Wat doe je op het moment dat God niks zegt? Wat doe je? God is aan het kijken. Opnieuw, wat doe je? Wat zijn de motieven van jouw hart? Wat doe je? Maar ik wil je zeggen, soms kost het maanden, soms kost het dagen, soms kost het weken, soms kost het jaren. Maar God antwoordt altijd. Maar we zijn vaak een beetje ongeduldig. Want Heer, het moet toch gaan zoals ik het in gedachten had. Want Heer, u heeft toch beloofd en dan is dit toch de logische weg. Nee, God die werkt soms een beetje met omweggetjes. En je begrijpt niet waarom. Maar het is echt zo. En dat doet God, zodat jij dingen leert. Zodat jij andere dingen ziet van het leven die je anders normaal nooit had gezien. Met het doel dat jij, als jij straks op je bestemming komt, dat jij die dingen hebt geleerd, die dingen hebt gezien en dat je maximaal effectief bent op de plek waar God jou wil hebben. We begrijpen het leven niet altijd. Waarom moet ik hier naar links? Waarom moet ik hier nou doorheen? Waarom, Heer? Maar God heeft een doel. Met al die dingen. Maar hou de Heer voor ogen. God antwoordt altijd. En weet je, op het moment dat God je vertelt, nu is de tijd. Nu is de plaats. Ik zeg je dan kan niemand jou meer stoppen hoor. Als God je antwoordt, als God jou zegt, hé, je hebt niet zelf besloten. God zegt nu, dit is de plaats. Dit is de tijd. Dan weet je, het is niet mijn eigen verlangen, want ik ben gewoon doorgegaan. Ik heb de Heer voor ogen gehouden. Ik ben niet de afslag heb niet de afslag genomen. Je weet, het is God die heeft gezegd, dit is jouw plaats, dit is jouw tijd. Het is niet een mens geweest die heeft gevraagd, kun jij alsjeblieft dit en dat doen? Het is God geweest, want je weet, God heeft tot mij gesproken.
En weet je, ik heb ontdekt, dat geeft je zekerheid. En dat maakt jou bestendig voor de stormen die er komen op de plaats waar God je wil hebben. Want dan heeft God tegen jou persoonlijk gezegd, hier moet jij zijn. En als iedereen dan tegen jou zegt, Jordi, je moet hier niet zijn, dan zeg ik, jawel. Want God heeft het mij gezegd. Als mensen tegen mij zeggen, je moet hier niet werken, dan zeg ik, jawel, want God heeft het gezegd. Als hier stormen komen en ik zie het even niet meer zitten, dan heb ik nodig dat God tegen mij heeft gezegd, jij moet hier zijn. Dan weet ik, het is niet mijn eigen verlangen geweest, maar het is God geweest die mij hier wil hebben. Het is belangrijk dat je leert horen. Gods stem leert verstaan. Het geeft je zekerheid. Weet je, ik had een gesprek met onze zuster Veronica en die vroeg, Jordi, hoe kan het dat je zo rustig bent hier op werk? Toch? En ik zei tegen Veronica als antwoord, ik zei, Veronica, ik weet dat ik hier moet zijn. Ik zei, als ik een fout maak, dat kan. Daar ben ik niet bang voor. Want God heeft mij gezegd dat ik hier moet zijn. En dan weet ik, ik kan in rust hier zijn. God is met mij. Weet je, als God je heeft gezegd, hier moet je zijn, dan weet je, God is met mij. Daarom is het zo belangrijk dat je leert verstaan de plaats en de tijd die God voor jouw leven heeft bestemd. Zie, neem ook een huwelijk. Als jij wilt gaan trouwen, en je bent nog single, en je wilt gaan trouwen, dan wil ik je zeggen, versta Gods stem. Voor de juiste plaats en de juiste tijd, voor de juiste partner. Waarom? Als er stormen komen, dan moet je weten, God heeft mij hier geplaatst. Echt waar, want ik ga je vertellen, er komen stormen in je huwelijk. Er komen stormen, stormen komen en gaan. Want jij weet, God heeft mij, je moet weten, God heeft mij hier geplaatst. Weet je, ikzelf bespreek of probeer te bespreken nagenoeg alle grote gebeurtenissen of keuzes in mijn leven. Ik vraag de Heer altijd, Heer, wat wilt u? Heer, wilt u het echt? Heer, ik wil niet dat het mijn eigen verlangen is. Heer, ik wil dat u het bent. Ik wil niet dat het mijn eigen verlangen is, dat ik die en die keuze maak. Ik wil dat u het bent. Die heeft gezegd, dit moet je doen. Want dan weet ik, dan ben ik maximaal effectief. Want dan weet ik, dan mag ik zeker zijn van de dingen die ik in het leven doe. En dan weet ik, dan mag ik rustig zijn. En dan kan ik rustig zijn in de dingen die ik doe. En ik bespreek het met de Heer en soms geeft God direct antwoord. Maar er zijn heel veel momenten, dan geeft God niet direct antwoord. En dan denk ik soms, Heer, waar bent u? Heer, wanneer spreekt u eindelijk tot mij? Heer, want u heeft toch gezegd en ik heb toch dit verlangen. Wanneer? Wanneer spreekt u? En soms, letterlijk wat ik net zei, kostte het jaren. En ik ben al niet zo oud, dus het heeft geen 25 jaar gekost. Maar in ieder geval, het kostte jaren. 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 En weet je, en dat raakt me zo, dat God is altijd op tijd. Weet je, het kostte me jaren dat ik echt zei, Heer, wanneer? U heeft mij beloofd. U heeft mij beloofd en ik zeg het toch tegen u. En Heer, antwoord dan. We kennen dit toch? Heer, antwoord alstublieft. Ik zie het niet. Ik begrijp het niet waar ik nu in zit. Wat is uw doel hiermee? Ik begrijp het niet, Heer. Maar weet je, echt waar. Ik heb gezien, God antwoordt altijd. Het kost misschien jaren, maar God zal altijd spreken. Als jij hem voor ogen houdt en je doel voor ogen houdt. God zal altijd antwoorden. Vroeg of laat. God antwoordt altijd. Weet je, soms antwoordt God mij rechtstreeks. Soms antwoordt God mij in een droom. Of door iemand die iets zegt. Maar God antwoordt altijd. Soms zie ik het helemaal niet aankomen. Ineens in de nacht is daar een droom. En waar ik jaren voor gebeden had, was daar in één keer het antwoord. Maar nu weet ik,
Oké, het is de juiste plaats. Het is de juiste tijd. God heeft het mij gezegd. Hoe weet je of je bent op de juiste plaats en de juiste tijd? De Heer vertelt het. Daarom moeten we leren te horen naar wat de Heer van ons vraagt. Laat me een voorbeeld geven. Ik was net getrouwd en wij wonen vlakbij de duinen. De duinen van Katwijk. En ik pak even een tissue hoor. En wij wonen aan de duinen. Ik ging naar de duinen in gebed. Ik was in gebed en ik ervaarde de Heer vroeg aan mij. Jordi, wat zijn jouw verlangens? Maak je verlangens bekend. Dat is iets wat de Bijbel ook zegt. Ik voelde de Heer vroeg mij dat. En ik vertelde de Heer mijn verlangens. Want ik was in een nieuw seizoen. Ik vertelde de Heer. Ik vertelde drie specifieke dingen. Vroeg ik aan de Heer. En eentje daarvan was. Heer, ik zou graag als eerste een zoontje willen. Ik weet niet waarom, maar dit was een verlangen in mijn hart. Ik vertelde de Heer dat. En ik weet niet of het de volgende dag of dezelfde week was. Dat er iemand naar me toe kwam. Of naar ons toe kwam. Samen met mijn vrouw. En die zei, Jordi, ik heb gedroomd. Over jullie. En ik heb drie dingen gedroomd. 1, 2, 3. Alle drie de dingen die ik aan de Heer vroeg. Ze zei, Jordi, ik zag dat jullie een zoontje zullen gaan krijgen. Ik zei, Heer, dank u wel. Dank u wel dat u mij hoort. Maar was het de juiste plaats en de juiste tijd op dat moment? Nee, we waren net getrouwd. Dus wat ging ik doen? Ik ging naar de Heer. Ik zei, Heer, dank u wel dat u mij heeft geantwoord. Dat u een belofte voor ons heeft. Dat u heeft gezegd, jullie gaan een zoontje krijgen. En we dankten de Heer daarvoor, maar we zeiden allebei tegen de Heer, Heer, we weten het gaat gebeuren, maar niet nu. We hebben het overgegeven aan de Heer, en we hebben er vaker voor gebeden. Zei de Heer, we doen het op het moment dat u het zegt. En op een gegeven moment kwamen we in de kerk. En de een na de ander in dezelfde week zei, ik droomde dat Tjane niet in verwachting is. En de ander kwam en die zei, ja, ik stond vanmorgen op en ik dacht, is Tjane nou een verwachting? De een na de ander. En wij wisten, het is de tijd die God heeft bepaald dat ons zoontje geboren zou gaan worden. Nou, Tja was in verwachting en ons zoontje zou geboren gaan worden. En ik had in mijn hoofd de gedachte iedere keer, oké, je weet niet wanneer de bevalling aanbreekt. Dus ik dacht, ik zag die verhalen voor me, dat die vaders uit werk gaan en met rennen naar het ziekenhuis, enzovoort, enzovoort. En ik had dat in mijn hoofd en het maakte me echt een beetje in paniek. Heel eerlijk. Ik dacht echt vaak aan, zeker naarmate het naderde. Ik dacht, ja, maar het kan ook te vroeg geboren worden. Dus ja, het kan ook nu zijn. En iedere dag zat ik maar in mijn hoofd met ook mijn telefoon in de gaten houden. Het maakte me in paniek. Echt waar. En ik zei op een gegeven moment, Heer, ik wil dit niet. Heer, ik wil dit niet. Ik wil dit niet. Ik zei, Heer, u weet toch wanneer hij geboren gaat worden. En het is echt zo gegaan. Ik ging op mijn knieën en ik vaker zei ik, Heer, alsjeblieft, laat me toch zien, wanneer wordt hij geboren? En er was een moment dat ik op mijn knieën was en pam, in één keer, God sprak, 24 maart. Letterlijk. Het was echt bizar. God zei 24 maart, ik wist het. Ik liep naar mijn vrouw toe en ik zei, 24 maart, dat is de datum dat ons zoontje geboren gaat worden. En de avond van tevoren, 23 maart, hebben wij rustig tapas gegeten. Ik heb de slingers opgehangen. Ik heb het huis gestofzuigd. Want we wisten, de volgende dag wordt ons zoontje geboren. En het gebeurde. Wij kwamen thuis in een schoon huis. Ik hoefde niet te rennen. Ik hoefde niet te haasten. Ons zoontje werd geboren. Is mooi hoe God werkt, of niet? Een ander voorbeeld. Ik vertelde jullie over mijn werk. Ik vond het moeilijk. Ik had samen met mijn zwager, wat ik al vertelde, een onderneming. En we waren heel goed bezig. Ondertussen hadden we medewerkers aangenomen. En we waren bezig met iets moois neerzetten. Maar ik voelde in mijn hart een roep van God. Jordi, je moet iets anders doen. En ik dacht, Heer, nee. Nee. We zijn net onderweg, Heer. Heer, nee. Maar die roep, die werd sterker en sterker. En ik zei, Heer, maar toch niet nu, Heer. En ik besprak het met pastor Arno. En op een gegeven moment zei ik, oké, Heer, ik moest gaan kiezen.
moest gaan kiezen of ik neem de baan aan hier. Ik ga hier aan de slag of ik blijf in de onderneming. Ik zei, Heer, ik moet een antwoord hebben. Zie, met dezelfde redenen. Ik wil weten waar u mij wilt hebben. Want ik wil weten dat ik goed onderweg ben. En het ging precies hetzelfde. Ik was op mijn knieën en God sprak. En hij zei, het zal zo en zo gaan. En ik wist, ik moet deze keuze maken om hier te gaan werken. En later bevestigde God het nog in dromen. Maar ik zei, ik maak geen keuze, Heer, als u het mij niet zegt. En ik had het er echt moeilijk mee. Want ik dacht, ja, Heer, ik laat toch iets achter waar we bloed, zweet en tranen in hadden gestoken. 3 jaar lang. Weekenden gewerkt. Heel hard gewerkt. En we waren net in de fase dat het allemaal wat rustiger zou gaan zijn. En toen moest ik het gedag zeggen. Was niet zo fijn, maar ik ben blij met de keuze die ik heb gemaakt. Waarom? Omdat ik weet dat God mij weer hier wil hebben. En dan weet ik dat ik dus hier meer effectief ben dan dat ik was geweest in het bedrijf. Klinkt gek, misschien in mijn eigen hoofd dacht ik, ja, ik zou misschien daar meer op mijn plaats zijn. Maar nee, God zegt het. Dus ik ben hier meer effectief, ik ben hier nodig. Net als Paulus en Silas, ze waren niet nodig in Azië, ze waren nodig in Macedonië. God vertelt het je. En dit is heel gek, maar zelfs de prediking die ik vandaag breng, weet ik, dit is de juiste plaats en de juiste tijd. Ik vertelde het net al even aan onze geluidsman. Een aantal maanden geleden gaf God mij uit het niets, echt letterlijk uit het niets, een droom. En ik zag hoe ik het rooster voor de kerk aan het maken was. Ik werk hier en ik maak het rooster voor de zondagen, de woensdagen enzovoort. En ik zag in mijn droom hoe ik dat rooster maakte en hoe ik mezelf letterlijk op de laatste zondag van het seizoen zette. En ik dacht, het is niet dit seizoen, want het seizoen was al bijna voorbij. Even later vroeg pastor Arno, Jordi, ik zou graag willen dat jij spreekt, 29 augustus 2021. Ik zei, oké, ik was die droom al vergeten. Tot het moment dat ik achter mijn computer zat. En ik vulde mijn naam in, laatste zondag van de maand. En ik schrok. Ik dacht, Heer, u heeft me dit gezegd. Hoe kan dit? Ik schrok. Nou, je moet weten, de afgelopen periode is voor mij ontzettend druk geweest. Ik denk dat ik geen drukkere periode in mijn leven heb gehad. Ik zal je vertellen wat er is gebeurd. Ik ben vader geworden, is druk. Is heel druk. Gebroken nachten, 4, 5 keer uit je bed, zwaar. We waren bezig met een project voor de website, moest af. Heel druk. Heel druk. Plotseling brak mijn vrouw haar enkel. Een aantal weken geleden. Wat betekende dat? Nog drukker voor mij. Plus, ik moest de prediking van vandaag voorbereiden. Heel druk. Heer, ik heb geen tijd. Heer, wanneer moet ik het doen? Maar ik wist. God, u heeft gezegd, ik moet hier vandaag zijn. En weet je, natuurlijk was ik nog af en toe in onrust dat ik dacht, Heer, dit gaat zo niet werken. Maar ik wist, het gaat me lukken. Elke keer pakte ik weer het woord van God. Het gaat me lukken. Het gaat me lukken. Want ik weet, u heeft dit bestemd voor mij. U heeft een juiste plaats en u heeft een juiste tijd. Het is zo druk, de storm gaat tekeer. Maar ik weet, vandaag is de dag. Ik weet, vandaag is de dag. Zie, God is een God van relatie. God wil je bekendmaken wat je moet doen. Hij antwoordt altijd. Maar je moet niet opgeven. Ik wil je zeggen, geef 1 jezelf over. Heb geduld. En luister naar de Heer. Het kost je heel veel. Je begrijpt het niet altijd. Misschien kost het je wel alles. Maar ik kan je zeggen, het geeft je ook alles. Echt waar. Ik had nooit bedacht hoe God mijn leven hier zou brengen. Gelukkig getrouwd, 2 prachtige kinderen. Prachtige schoonfamilie. Amen. Ik had nooit gedacht dat God mij hier had gebracht. Maar waar begint het bij? Overgave. Wat is het volgende? Houd de Heer, houd je doel voor ogen. Houd het voor ogen, ook al is het moeilijk.
We zingen elke keer, nothing else, Heer. Nothing else. Houd je doel voor ogen. Is het echt dat je wil nothing else? God kijkt naar je in die tijd dat jij geduld moet hebben. Is het echt nothing else? Is het echt nothing else? Of kies je toch de afslag? Is het echt niets anders dan ik? Is het echt niets anders dan jou, dan de droom, het doel dat God voor jouw leven heeft? Als je komt op de juiste plaats en de juiste tijd, dan geeft dat je ontzettend veel voldoening. Je bereikt je doel volledig. Je weet, het eerste wat er geschreven staat als Paulus en Silas komen in Macedonië, dat de Heer opende het hart van een vrouw waardoor ze het evangelie konden verkondigen. God staat je dan bij. Je mag het weten. God staat je bij. Ik wil vragen of worship team alvast naar voren komt. Weet je, we moeten ons doel niet uit het oog verliezen, doordat je niet precies weet hoe de route gaat, waar en wanneer wat plaats gaat vinden. Het zijn hele, hele grote vragen in ons leven. We weten wat we moeten doen. We hebben die droom. Je weet, ik moet die business starten. Je weet, ik ben geroepen om dit en dat te doen. Misschien ben je geroepen om minister-president te worden. Het kan. Maar Heer, waar en wanneer? Maar geef niet op. Geef niet op. Houd je doel voor ogen. Want God ziet jou en God antwoordt altijd. God kent de plaats en de tijd voor alles in je leven. God weet precies wat jij nodig hebt. God weet precies waar je doorheen moet gaan. God kent precies de route. Paulus en Silas hadden niet gedacht dat ze 640 kilometer om moesten lopen. Maar God wist het wel. God weet welke route jij moet gaan en wat jij nodig hebt. God vertelt je wat je moet doen. Ook de kleine dingen. Ik noemde net van mijn zoontje. God ziet ook de kleine dingen. God weet ook de kleine dingen in je leven. En ook daarvoor heeft hij een plaats en een tijd. Het is niet alleen de grote droom. Het zijn ook de kleine dingen. Want weet je, het leven geeft je zoveel stress als je niet weet wat je aan het doen bent. Toch? Je hebt je gezin, je hebt je werk, je hebt de kerk, je hebt van alles door elkaar. Maar wanneer krijg je rust? Op het moment dat God zegt, hey, nu is het de tijd voor je gezin. Laat je werk even liggen, toch? Dat geeft mij rust in het leven. Omdat ik weet, God zegt, hey, laat dit nu even links liggen en kies nu even daarvoor. Ook in de kleine dingen. Het gaat niet alleen om dat grote doel, maar ook om de kleine dingen. Zie, wat de duivel probeert, is om jou af te leiden. Door jou te zeggen, weet je, het gaat er toch niet van komen. Het gaat er toch niet van komen. Niemand ziet jou. Er is geen plaats voor jou en er is geen tijd voor jou. Maar ik ben vandaag hier om je te zeggen, er is plaats voor jou. Er is een tijd voor jou. God ziet jou. Ga door. God ziet jou. En het is misschien moeilijk. We gaan allemaal door die fases heen, van bergen en dalen. Maar God ziet jou en God weet wat hij aan het doen is. Zodat jij tot je doel komt. Zorg dat je de Heer voor ogen houdt. Durf te vertrouwen dat hij weet wat hij doet. David zou zeggen, de Heer houd ik bestendig voor ogen. Daarom wankel ik niet. Daarom wankel ik niet. Daarom sta ik sterk. Omdat ik de Heer voor ogen hou. Zie, we staan nu aan het einde van een seizoen. De zomervakantie is net voorbij. We staan aan het begin van een nieuw seizoen. De drukte gaat weer beginnen. Kinderen gaan weer naar school. Je werk gaat weer starten. De kerk start weer op. Wat ga je doen? Wat ga je doen? Waar ga jij je op focussen in je leven? Waar ga jij je op focussen in je leven? Het is een goed moment om je dat af te vragen. Waar focus jij je op? Ben je misschien het doel verloren uit ogen? Het is een goed moment om te zeggen, hey, in dit seizoen ga ik mijn doel weer voor ogen houden. Hey, in dit seizoen, misschien moet ik wel die Bijbelschool volgen. Misschien moet ik wel die training volgen. Misschien moet ik wel toch wel wisselen van baan. Het kan. Het is een goed moment om de Heer te vragen, Heer, wat ben ik eigenlijk aan het doen? Waar richt ik me eigenlijk op? Het is een goed moment
om je dat af te vragen. Het is een goed moment om te vragen aan de Heer. Wat wilt u dat ik doe? Waar ben ik naar onderweg? Waar ben ik naartoe onderweg? Waar ben ik naar onderweg? Als je je doel uit het oog verloren bent, waar kan ik het weer oppakken? Waar kan ik het in dit seizoen weer oppakken? En als je je doel voor ogen hebt en je weet, je bent heel goed onderweg, dat kan, zeker ook, heel goed. Raak niet ontmoedigd. Raak niet ontmoedigd. Als het even niet gaat zoals jij denkt dat het zou moeten gaan. Raak niet ontmoedigd. Ga door. Ga door.